Tom van Weert, in een Groningen pak tegenwoordig. Hoe bevalt het bij een nieuwe club? Goed, moet ik zeggen. Ja, goed naar mijn zin. Snel opgevangen door de jongens in de groep. Veel uren maken we, dus je leert elkaar snel kennen. Dus tot nu toe prima. Is het dan altijd weer even wennen ook in een nieuwe omgeving? Ja, natuurlijk. Ik denk normaal. Nieuwe mensen, nieuwe club, nieuwe omgeving, nieuwe woning. Ja, eigenlijk alles is nieuw, dus overal moet je aan wennen. Alleen ik moet zeggen dat het vrij vlot gaat allemaal. Merk je dan ook een niveauverschil tussen het niveau wat je gewend was bij Excelsior en nu bij Groningen? Ja, er is zeker verschillen, ja. Ik denk dat er meer specifieke kwaliteiten zijn, vooral in de groep. Dat je over de hele selectie nog meer kwaliteit hebt en het niveau hoger is. En de concurrentie ook op iedere positie groter is dan bij Excelsior. En dat is ook een stap waar je aan toe was in jouw loopbaan? Dat vond ik wel, ja. Ja, Groningen, een club die meespeelt om Europees voetbal. Gaat dat ook voor jou in die zin ook weer een extra stapje vragen? Merk je dat nu ook, dat er meer van je verwacht wordt in een wedstrijd? Ja, niet alleen in de wedstrijd, ook op de trainingen. Het niveau is hoger, de concurrentie is groter. Dus je moet elke dag het beste van jezelf laten zien, zo simpel is het. En aan die stap, wat je al zei, daar was ik aan toe. En tot nu toe denk ik dat het de juiste stap is. En heb ik hier bewust voor gekozen en voelt het op dit moment goed. En merk ik dat ik, heb ik het gevoel dat ik hier een betere speler kan worden. Kijk je dan met de schuine oog nog naar je oude club Excelsior, hoe die het doen in de voorbereiding? Ze hebben nog wel wat spelers nodig bijvoorbeeld. Ja, tuurlijk. Ik volg die club. Ik heb veel contact nog met jongens, dus ik word goed op de hoogte gehouden van hoe het daar gaat. En wat je zegt, er kunnen nog genoeg spelers bij daar, want ze hebben een smalle selectie. Dus de tweede wedstrijd gaan we naar Excelsior. Dus tot die tijd mogen ze een krappe selectie houden en daarna mogen ze heel veel nieuwe namen en goede spelers bij krijgen. Wordt een leuke ontmoeting, dat lijkt me, om terug te keren. Ja, absoluut. Goede tijd gehad daar. Twee leuke jaren, succesvolle jaren voor mezelf als club. Dus ik kijk zeker uit om terug te keren op Boudestein.